Deventer Boekenstad. Boeken speelden van oudsher een belangrijke rol in Deventer. Dat kunnen we vandaag de dag nog zien en ervaren. Neem de jaarlijkse boekenmarkt. De oudste stadsbibliotheek van Nederland. En de vele antiquariaten die de stad rijk is. We borduren voort op de rijke geschiedenis. Deventer is een informatiestad. In 800 na Christus was Deventer een kleine nederzetting. Het lag op een strategisch gunstige plaats. Een kruising tussen water- en landwegen. De bisschop van Utrecht, op de vlucht voor Vikingen, vestigde zich tijdelijk in Deventer. Vanaf dat moment werd de stad een centrum van bestuur. Het werd de hoofdstad van het Oversticht, waar de bisschop van Utrecht het voor het zeggen had. Rond het jaar 1200 werd de IJssel goed bevaarbaar en de Hessewegen leidden naar het oosten. Belangrijk voor de handel. En dus nam de welvaart in de stad toe. Onderdeel van het kapittel van de bisschop van Utrecht was een Latijnse school. Geert Grote was een van de leerlingen. Hij was, zoals hij zelf zegt, bezeten van het zoeken naar boeken. Zijn volgelingen gingen daarmee door. Overschrijven van boeken was belangrijk. Zo kon de boodschap verspreid worden. Deventer was lid van de Hanze, een internationaal handelsverbond. Dit was de voornaamste oorzaak van de grote economische bloei van Deventer in de 15e eeuw. De jaarmarkten, wel 5 per jaar, trokken veel handelaren, vooral uit het Duitse achterland. Toen Hegius kwam lesgeven aan de Latijnse school, vernieuwde hij het onderwijs. De school trok leerlingen van heinde en verre. Onder andere Erasmus kwam er studeren. De vraag naar kennis nam toe. Hiervoor was men in deze tijd nog steeds aangewezen op handschriften. Aan die vraag werd voldaan. Een tijdrovend werk. Maar men zat gretig te pennen en de productie groeide. Al was er kort hiervoor een ontdekking gedaan van wereldbelang, die inmiddels ook Deventer bereikte. De uitvinding van de boekdrukkunst in 1453. De nieuwe techniek maakte de productie van boeken veel efficiënter. Oplagen werden groter en kosten lager. Er konden meer boeken worden uitgebracht die beschikbaar waren voor veel meer mensen. Richard Pavraat leerde het drukkersvak in Keulen. Omdat Deventer zo'n belangrijke handelsstad was, vestigde hij zich hier. In 1477 drukte Richard Pavraat zijn eerste boek in Deventer. Er vestigden zich meer drukkers in de stad. Eind 15e eeuw was Deventer verantwoordelijk voor een kwart van de totale boekproductie in de Nederlanden. Deventer was een boekenstad. Toen in 1560 pastoor Fauconius stierf, kocht de stad zijn verzameling boeken om die ter beschikking te stellen. Dit was het begin van de stadsbibliotheek. In 1630 werd het Atheneum Illustre opgericht. We zouden dat nu een hogeschool noemen. Het Atheneum Illustre stuurde de stadsbibliotheek aan. Jacobus Revius was in 1630 predikant en bibliothecaris. Hij breidde de collectie van de bibliotheek aanmerkelijk uit. Opvallend was dat nieuwe boeken steeds vaker wetenschappelijk van aard waren en niet langer uitsluitend religieus. Gedurende de 18e eeuw werd er in Deventer nog steeds veel gedrukt. Bekend zijn de Deventer almanakken, waarvan er één zelfs op Nova Zembla is teruggevonden. Toen in 1811 de Universiteit van Harderwijk gesloten werd, besloot koning Willem I om de rijke boekencollectie van die universiteit onder te brengen in Deventer. Daarmee werd de bibliotheek ineens 3 keer zo groot. In 1889 vestigde Kluwer zich in Deventer en hij begon een uitgeverij. Hij begon klein, maar later groeide zijn bedrijf uit tot een icoon. Hij verzorgde onder meer veel uitgaven voor het onderwijs. Bekend zijn de uitklapbare illustraties van dieren en machines. Al die jaren waren de drukkerijen in Deventer gevestigd. En nu nog steeds worden veel tijdschriften in Deventer gedrukt. Saxion Hogeschool is de opvolger van het Atheneum Illustre. De stad kent daarnaast nog vele kennisintensieve bedrijven. Al deze informatie komt beschikbaar.
Deventer is een informatiestad. Een imago dat stoelt op een rijk verleden. En daarom kunnen we nu, elke eerste zondag van augustus, genieten van die enorme boekenmarkt. We zijn trots op Stads- en Atheneumbibliotheek. De schatkamer van Deventer Boekenstad.